hier op dezelfde plaats als vorige week. Weet u nog? Als je hier staat, op de hoek van de Julia van Stolbergstraat, en je kijkt, dan zie je daar het omlaag loopt. Zie je dat? Kijk. Hier ligt het hoger. En vandaar de naam Den Heuvel. Nou, dat was vorige week en ik ga even kijken of mensen er iets van opgestoken hebben. Of er überhaupt wel naar mijn uitzendingen gekeken gaat worden. Ik ga even iets vragen. Weet je waar de naam De Heuvel vandaan komt? Nee. De Heuvel. Volgens mij zat er vroeger een bult hier in Tilburg, denk ik, of niet? Een bult? Ja, het is toch een heuvel? Ik zou het niet weten. Nee. Ik weet het echt niet. Misschien het ooit een heuvel is geweest, ik weet het niet. Dat is toch nog? Oh, is dat zo? Loopt het omhoog dan? Ja, een heuvel typeert zich twee kenmerken. Het loopt omhoog en omlaag. Ja. Ja, zit iets in. Ik zou het niet weten. Ik weet het echt niet. Hoe? Hoe? En volgens mij was het hoogst gelegen deel van Tilburg vroeger. Heel lang geleden. Dat het daar vandaan kwam. Verder weet ik het niet. De heuvel? Ja, ik kom uit Waalwijk verder dus. Oké. Maar ja... Ik ben vandaag uitgenodigd in het Kruikenland hier, dus... Oh ja, zijn er uitnodigingen voor verstuurd dan? Ja, we hebben hier een dame, we hebben die meneer hier. Daar weet ik niks van. Huh? Wisten jullie er niks van? Nee. Ik wil in de kranten staan hoor. Okay. Hij mag een keer van de bejaardenhuis weg. Ja? Oké. Excursie. Elvis. Ja. Daar luister ik altijd naar als het naar Elvis. Hé, ik heb een vraag aan jou. Ja. Weet jij waar de uitdrukking De Heuvel, waar dat vandaan komt? Nee. Nee, ik zou het niet weten. Nee, ik kom hier ook helemaal niet vandaan. Oh. Dus nee. Ja, dan hebben wij een probleem. Wat is dat? De heuvel? Oké, vraag maar aan de Nederlander, ik weet niet. Ben je snel uitgepraat, hè? Ja. Weet jij het? De heuvel in Tilburg of in... Doe maar Tilburg. De heuvel ken ik niet. Ik woon hier pas 2 maanden, dus ik ken nog niks. Schaam jezelf. Nee, ik schaam me niet. Nee. Nee. We staan hier midden op de heuvel. Oh, dit is de heuvel, ja?